die Straßen gehe und etwas Neues, Schönes sehe, weiß ich stolz darauf. Das hat mein Freund getan. Mein Freund, der Plan. Ik heb geschiedenis meegemaakt. Een experiment van 40 jaar. Sommigen gaan terug naar hun land van herkomst. Ik ga terug in de tijd. Want het land waarin ik geboren ben, bestaat niet meer. Zondag 13 augustus 1961. Een jonge vrouw van 18 jaar is op bezoek bij haar broer en tante in West-Berlijn. De zon schijnt, ze gaan naar het park, het is gezellig. Ze wandelen wat, eten een broodje. Het is plots onder hen de grond openspleit en een lange dunne schaduw uit het binnenste van de aarde sluipt. Alles wat hij aanraakt verliest zijn kleur. Zwart-wit sporen uit slijm van een slak tekenen lijnen door de stad. Mensen rennen, mensen verstillen, mensen vallen om. Vallen om, mensen vallen, vallen. De schaduwman fluistert. De grenzen zullen vanaf vandaag gesloten zijn. Tot 12 uur vannacht kunt u van west naar oost. Bis 12 uur heute nacht kan ik van west naar oost. Nog 12 stunden. Ost, west, ost, west. Nog 8 stunden. Ost, west. Nog 4 stunden. Ost, west, ost. Nog 1 stunde. Wat ga je doen, jonge vrouw van 18 jaren oud? Wie offer je op? De moeder woont in Oost, de broer en tante in West. En zij struikelt in Tussenland. In de onderbuik een klomp ijs, met daarin een briefje met het beslissende antwoord. Wachten tot haar tong gesmolten is en de moeder als schoenzolen heen gezakt om het onvermijdelijke uit te spreken. Ik werde. Terwijl de lange dunne schaduw vanaf de horizon toekijkt, zijn de tanks tevoorschijn gekomen. Gepanzerd zij aan zij, dreigend tegenover elkaar. Hun rupspanden op het asfalt, hun loop starend in de verte. Het is donker geworden. Ze grijnzen. Van de ene op de andere dag brak de grond open en rees een reusachtige muur op. Een plan waar de aanvoerder na de val van de muur nog trots op blijft zijn. De jonge vrouw, de tante, de broer, de grens. Ik renne zum Grenzübergang. Stop, zurück, ik moet mich nog verabschieden. De klomp ijs in haar buik is gesmolten. Het waterperk steeg, het briefje opengeweekt. Terwijl het besluit zich aan de oppervlakte opdringt, sijpelt het gesmolten ijswater langzaam haar ogen uit. Zonder omkijken loopt ze door. Weg van West-Berlijn. Op de bahnhof neem ik den Zug naar Hause. Mutter steht voor de Tür, sie nimmt mich in den Arm. Ik wist dat du terugkommst. Ihre Hände zittern. Sie ist auf einmal so alt geworden. Diezelfde nacht trekt de 21-jarige Hagen Koch een 15 centimeter dikke witte streep door het land. Erich Honecker proost op de vlekkeloze afloop. De jonge vrouw ontmoet haar broer pas jaren later weer. De tante zal ze niet meer zien. Ze heeft haar beslissing nooit betreurd. Mijn moeder. Dit is Tanja die haar zus interviewt. Die is 10 jaar ouder. We hebben daar ook beelden van. Ja, ze wilde niet in beeld. Of eigenlijk wilde Tanja hen niet in beeld.
Ze zeggen zoiets als, je kon alleen iets worden in dit land als je je aanpaste. Ze proberen uit te leggen hoe je in zo'n situatie denkt, hoe je dan redeneert. Dit zijn de ouders. Die heeft ze ook geïnterviewd. Dat zijn de voeten van de vader. Tanja was eigenlijk te klein om erbij te zijn, een beetje te jong. Ze zeggen wel eens dat het lijkt alsof ze achter een raam naar haar familie staat te kijken. Ergens hoort ze er helemaal bij, maar in dit verhaal niet. Oh, dit is de eerste keer dat Tanja een statiegevangenis bezoekt. Slaves, welcome to you and free you. Even in their darkest night, they'll see you standing there, my fellow, and they'll hear that you are screaming. Slaves, welcome to you and free you. All on, it is nothing. It's all of us or none. There is something beyond saving. The rifles or the chaining. All along, it is nothing. It's all of us or none. All the oppressed will avenge you. You, the one that they are hurting. Walk along with all the hurted, and with all of our weakness, we'll make sure that we'll avenge you. All of it is nothing. Tanya, doe het niet meer mee. It's all of us or not. Tanja, wat kost? Is lekker? Ja. Zullen we Prima. Wat wilde jij worden als kind? Zwemster. Ik was heel goed, zodat mijn ouders me van les afhouden. Maar waarom? Zeiden ze niet. Je vroeg niet veel als kind, hè? Gewoon gemiddeld. En gelukkig? Was je gelukkig? Ja. En waarom wilde je eigenlijk zo graag Russisch leren? Weet ik veel. Nee, dat blijkt wel, ja. En hoe proeft het zand? Sorry? Oh, waar je je kop in gestoken hebt. Wat je niet ziet, bestaat niet. Met je hele familie eronder. Papa, mama, zussen, opa, oma. Vonden ze het eigenlijk wel prettig zo. Lekker sociaal verbonden, lekker gecontroleerd. Oh, maar niet opa, hè? Opa was een Duitse soldaat. Waarom ben je niet gewoon in Duitsland verbleven? November 1989, 8:57. Wat nu? Niks. Ik ga bellen. Gewoon de boel dicht houden. Niemand heeft ons geïnstrueerd. Oh god, daar komen ze al aan. Geen visum, geen doorgang. Ze nemen niet op. Bel je wel naar de rode telefoon? Ja, bel je één keer in je leven naar die gevreesde rode telefoon, nemen ze niet op. Geen visum, geen doorgang. De Russen komen! De Russen komen! Een psychotische vrouw belt op naar de crisisdienst in Nederland. De muur ligt om. Ze zijn niet meer tegen te houden. Ik hoor ze de Russen al komen met hun stampende laarzen. En ze komen ons verwoesten en vernietigen. En ze gaan iedereen vermoorden met hun kernbommen. Help me dan toch. Help me uit hun klauwen. Alles brandt. Bel nog een keer. Ja. Geen gehoor. Moskou blijft zwijgen. Ik ga niet schieten, hoor. Ja, en ik wil niet bedenken wat met ons gebeurt als we ze doorlaten zonder bevel. Ja, maar Sjeboski die zei... Dat zijn er honderden. Sjeboski kan zoveel zeggen. We moeten de mond dicht houden, die daar zijn wij voor. Ja, maar dat kan toch niet kijken naar al die mensen? Wacht, zegt die Sjeboski dat toch ook nu? Omdat de journalist vroegen we neer. Dit soort dingen gebeuren niet voor ons. Hé, geen visum, geen doorgang. Geen visum, geen doorgang. Stop.
allemaal ingefluisterd door het Centraal Comité. Allemaal rustig nu. Het gaat nooit goed. Hoor jij in bevel? Nee, we roepen lekker op televisie dat de grenzen open zijn. Maar als de sleutelpaar is aangekomen, dan houden ze gestopt. Dan hebben we de camera ploegen. Dat hadden we nooit vol. Dat ze graag met elkaar staan op de vorm van de grenzen. We gaan niet weg, we moeten alleen maar meer. Geen visum, geen doorgang. Geen visum!